We staan hier op het dak van de Velodroom, te Heuzezolder. Wij kunnen toch spreken van een heus prestigeproject. Het dak heeft een oppervlakte van 9500 vierkante meter ongeveer. Het is uitgevoerd door onze klant Tectum, waar een heel goede samenwerking mee tot stand is gekomen. Even om te schetsen, onder het dak bevindt zich niet alleen een wielerpiste, maar ook een grote fitnessruimte, een topgymnastiekhal, middenplein met vier sportvelden en ook een medecentrum. Reeds in een vroeg stadium heeft Tectum Groep ervoor gekozen om een PVC-dakmembraan hier te gaan toepassen. Op een bepaald moment hebben we dan Rinlid gekozen om ons te ondersteunen, zowel praktisch als technisch, vooral on-site. Van voor de voorbereiding. En dat gaat dan over windcalculaties, het maken van een legplan, het samen bedenken van uitvoeringsdetails, tot na de afwerking door een grondige eindinspectie. En de samenwerking met Rinlid is volledig verlopen volgens afspraak. Men heeft hier gekozen om het dak af te werken met onze Renolith Alcorplan F 1,5 mm dekfolie. Tevens is deze dekfolie gewapend met een polyesterinlage, wat deze uitermate geschikt maakt om mechanisch te bevestigen, wat hier ook van toepassing is geweest. Doordat dit product eigenlijk zeer flexibel en soepel is, is het de dekfolie of de dekbaan bij uitstek om dergelijke complexe vormen als de Velodroom tot een esthetisch geheel te kunnen afwerken. Bij Tectum Groep krijgt sport en gezondheid sowieso een heel erg belangrijke plaats. Maar hier hebben we toch meegewerkt aan een stukje belangrijke wielergeschiedenis. Daar zijn we erg trots op. En nu maar hopen dat we daar toch een aantal Belgische wereldtitels kunnen gaan behalen.